Wacht even, Jeroen. Ook niet? Ook niet. Ja, ja, ja. Wat? Yo, leuk dat je kijkt naar Kook de Vier. Ik ben Bradley. Ik ben Marije. Ik ben Jeroen. En wij zijn Coolbox. Wij maken van super saaie hele leuke dingen. En jullie hebben aangegeven dat alleen thuis zijn ongelooflijk saai is. Dus dat gaan we vandaag leuker maken. Welke ga ik spelen? Oké, deze. Ik leg deze. Jij bent niet zo slim, hè? Je moet jezelf niet zo overschatten, Jeroen. Ah, ik heb je eerder gemaakt. Ik zei toch dat je niet heel slim was. Vandaag gaan wij Snapchat verstoppertje doen. En zoals jullie kunnen zien is Girenzo niet hier. Hij heeft zich namelijk verstopt en wij hebben 2 uur de tijd om hem terug te vinden. We kunnen in totaal 4 verschillende Snapchats aanvragen die iets weggeven over zijn locatie. Dus let's go! Oké, jongens, ik heb mijn treinticket gekocht. En niemand van Coolbox, dus alleen ik weet waar ik naartoe ga. En zij moeten mij geprobeerd te vinden. Het Jens is dus ergens verstopt. Hij staat nu in Amsterdam Centraal. Ja. En ik denk dat het tijd is om de eerste hint aan te gaan. Dames, kunnen we nergens heen? Is er tijd voor? Even wachten hoor. Ha! Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Yo, Drenzo! Hey! Wij willen graag de eerste hint. Geef hem nu. So give it now. Nu. And we will come to you. Nu. We gaan even wachten op die eerste hint. Hij heeft hem nog niet geopend. Dus We wachten. We hebben nu de Snapchat ontvangen van Drenzo, als het goed is. Yes. Maar we hebben maar 1 poging om te openen en te kijken. Dus we moeten heel stil zijn om te kijken. Stil. Jawel, ik heb de allerbeste vriend van Willen jullie mij vinden? Pak dan de trein naar Den Helder. Succes! Oké. Moeten de trein naar Den Helder pakken? Nee, maar wacht, er staat het eindpunt Den Helder. Ja, het eindpunt, gewoon de trein naar Den Helder. Ja, maar dat betekent niet dat we er misschien in Den Helder uit moeten. Nee, maar de trein gewoon waar Den Helder op staat. Die moet dat. Let's go. Let's do that. Wij lopen lekker naar de trein naar Den Helder. Gaan we hem vinden? Gaan we hem vinden? Je weet, jawel. Ja. Wel lekker. Denk wel. Drenzo, we zitten in de trein, dus we willen graag de 2e hint. En wel nu. Ik heb zojuist een nieuwe Snapchat gekregen, dus ik ga hem gelijk kijken. Oké, nou, als zij graag de 2e hint willen, dan kunnen ze die krijgen ook. Komt-ie! We hebben een Snapchat ontvangen van Drenzo. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Komt-ie! Jongens, jullie zitten als het goed is nu in de trein en ik heb het volste vertrouwen in dat jullie me gaan vinden. En dat klinkt als een pep talk, maar... Je vindt hem alleen als je uitstapt, als je deze toren ziet. Oké. Moeten wij een soort van waterkoren of zo? Ik heb geen. Ik denk dat het handig is als we gewoon bij de uitgang gaan staan. En we gewoon heel goed om ons heen kijken. Dus moet je ook niet gaan googlen? Ja, maar er is niet gezegd dat we geen Google mogen gebruiken. We moeten die toren vinden. Ik weet niet waar die toren is. Watertoren, het is een soort van watertoren. Hier, dit is hem. Ik heb gewoon een foto. Dit waar? Is in stationsgebied in Den Helder. Dat is wel Den Helder. We moeten echt helemaal naar Den Helder. Hier. Nou, ik weet niet zeker of dat die was hoor. Ja. In deze foto dan? Ja, lijkt er wel heel erg op inderdaad. Precies die toren. Ja? Okay. We gaan nu elk dorpje af waar we voorbij komen om te kijken of die toren daar ook staat. Ja, en ik heb dus dit gevonden, deze toren. Maar ik weet dus niet of die er nou of alleen op lijkt of dat het hem ook daadwerkelijk is. We staan nu bij de deur te wachten omdat we er zo uit moeten, want we zijn in Alkmaar. En de meneer heeft ons net in de trein verteld dat de toren waarschijnlijk aan die kant zal staan. Ja, hier zo. Dus we gaan het dus lekker loeren. Ik zie hem! Daar staat hij. Wow, ik krijg niet. Hij is wel een groot inderdaad. Wow. Okay, op een station vragen we de nieuwe hint aan. Ja. Goed kijken of je hem ziet. Zie je hem al staan? Wauw. Dat zou zo grappig zijn als we hem nu zien. Nee. Wij zijn nu in Alkmaar. Daar en nu gaan wij in. De toren op de achtergrond. Oh, daarom. Dus ik heb het gevoel dat we daarheen moeten. Maar laten we voor de zekerheid even de volgende hint aanvragen aan Drenzo. Aan Gerry. En zo, kijk. Op de achtergrond zie je de toren. En wij willen graag voor jou de nieuwe hint. En hier wordt er tijd van wachten. Ik heb net de 3e Snapchat binnengekregen van de Coolbox leden. En ik ga hem nu even bekijken. Oké, ik heb Snapchat binnen. Oké, wacht. Okay. Ik ga even tussen handen zitten, want dan kan ik het zien. Gaat-ie. Yo, ready?
Y'all ready, kids? Jongens, alvast sorry voor deze super vage hint. Ik zit namelijk lekker naast het water met mijn duiven. En in het zonnetje, ik ga een stukje kaas eten straks. Super lekker. Kom en wie niet waagt, wie niet wint. Er staat een... Een kerktoren op de achtergrond. Wat een irritante hint. Wie niet waagt, wie niet wint. Appa heeft toch een kaasmarkt? Dan laten we er naartoe gaan, Bretje. Wacht even. Je was zo smart. Ja, dat is wel waar. Wacht even. Ik ga even googlen. Hij is een kaasmarkt. Alkmaar. Hier. Alkmaar kaasmarkt. 1 kilometer lopen. Nou, lopen we dan. Let's go. Ik ga dus nu nog even mijn laatste hint opnemen. Straks als ze dan vragen, dan kan ik hem gelijk sturen. En dan is het gewoon wachten totdat ze eindelijk een keer komen. Ik heb nou net mijn laatste Snapchat gemaakt en het was ongemakkelijk, doei. Oké, als ik nu naar mijn horloge kijk, hebben we dus nu nog maar 30 minuten om en Trenzen te vinden. En 14 minuten lopen. Dus we hebben dan maar een kwartier daar om daar te zoeken. Dus ik denk dat we als we daar zijn, gaat lukken. Meteen de laatste hint moeten vragen. Misschien kunnen we hem in 1 keer vinden. Ja. En volgens mij is het hier. Ergens. Is dat die toren? Maar gaan we de laatste hint vragen? Ja. Dan moeten we het hier op de laatste hint vragen. Laatste hint. Okay. Terezo, we staan hier. Maar waar ben jij? We willen even de laatste hint. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Oké. Jongens, ik zit op mijn verstopplek. Kom me vinden. Kom ons vinden. Een vrouwtje. Een vrouwtje. Een standbeeld met een vrouwtje. Wacht even. Hebben ze hier standbeelden? Ik wil het even aan iemand vragen. Wacht even, Jeroen. Wacht even, want er zit hier een standbeeld. En ik heb het idee dat er misschien daarachter ook een standbeeld zit. Zullen we daar eerst kijken? Ook niet? Ook niet. Ja, hier! Wat? Ze zijn er volgens mij. Ze zijn er. Hier! Ik haar! Ja! Oh, jij hebt je zo goed verstopt. Hey! We found you! Buurtvrij! Jammer! Hoi! Duurt het lang? Was het lastig? Jawel! Leuk. Maar ik vond het wel leuk, want je had wel goede hints. Jongens, wanneer wisten jullie nou waar het zat? Ik denk... Ja, nou uiteindelijk zat je natuurlijk hier, maar we wisten sowieso dat je in Alkmaar zat. Dat was toen duidelijk. Toen wisten we dat je hier zat. We twijfelden wel heel erg. Ja. Maar ik denk op het moment dat we wisten dat je bij de kaasmarkt, dat is gewoon hier in de area, dat was de beste. Oké. Zie dat als een compliment. Ja. Goed gedaan. We praten op je. We praten op je. Check even de vorige video en mijn schoenen gingen afschieten met de katapult hier. Wil je de vorige video van de Fresh Check zien? Klik dan hier. En ik ben ook heel benieuwd bij welke Snapchat jij wist waar Jerenzo zat. Laat het even weten in de reacties. Like deze video, abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie de volgende keer. Bye!